en toplane wordt gewoon. Daar zijn we al. Summer's Rift in de blauwe kant. Het is DSR. De red, niet te verwarren met de blue side. Die is aan de overkant. Op de rode kant heb je DSB, oftewel DCA. Blue. Delft tegen Delft. Delft tegen Delft. En ik hoop dat, er ook, dat ze wat publiek mee hebben genomen. En ik vraag me af voor wie ze dan zullen juichen als supporters van Delft. Dat lijkt me heel erg lastig, inderdaad. Want ja, als jij voor Delft bent, hey, het is een win-win situatie. Ja, precies. Delft wint sowieso. Heerlijk. Ik vraag me af, zullen ze met sneaky tactics gaan komen? Van oké, we kunnen één team 100% qualifyen, misschien. Als ze nu doorloodsen. Zouden ze dat gaan doen? Ik verwacht het niet eigenlijk. Ik denk het niet. Als jij een Delft tegen Delft speelt, ik bedoel in dit geval kun je beter je voordeel pakken en eigenlijk gewoon zo hard mogelijk gaan om zoveel mogelijk van elkaar te leren. Je zult toch niet zo vaak aan elkaar moeten spelen, dus... Ja. Zit in het en dan in dit geval zo elkaar even heel boos aankijken. We daarna gewoon weer gezellig samen een feestje gaan vieren. Ja, ik zat ook even te dubbelchecken, want we hebben natuurlijk Dorans 1, die heeft de lead. Staat redelijk goed voor om die topspot te behouden. En DSA hebben ook allebei er al tegen gespeeld en allebei hebben ze ook verloren. Dus het zal sowieso wel moeilijk zijn voor hun nog om die topspot te pakken, omdat ze Dorans 1 niet kunnen bestaan. Dat is inderdaad heel erg lastig, maar we zullen het zien. Eerst zo kijken hoe we het... Delftenaars, als ik het goed zeg, tegen weer opnemen. Beide kanten doen aardig voorzichtig, geen lane swaps in zicht. Nee. Beide gaan ze echt voor de klassieke solo queue setup, zoals we eigenlijk al gewend zijn. Ja, kleine swap wel, want vaak zie je toch wel dat de red side jungler gaat starten bij de Grump. Ze hebben deze keer wel omgegooid om te zorgen dat beide botlanes een camp start hebben en daardoor niet achterkomen tegen een experience. Ja, vooral met die trash en die brown is het toch wel heel erg fijn om een... Vooral trash level 2 is heel erg machtig als je het echt over level 1 hebt. Dan heb je toch die play plus de hoek. Ja. Jamie heeft het best wel heel lastig hier op de top lane. Gaat aardig laag. Gypsy doet toch wel aardig wat damage. Ja, kan redelijk goed traden early game met zijn chomp. En daar zien we de level 2 all in. Ja, wat een aardig wat damage hier op best Jennifer toch uit de rest. En top lane wordt Jamie toch wel heel erg laag. Gypsy besluit toch om niet voor te gaan. Jamie heeft toch die shield. Toch wel aardig tanky. Maar hij moet toch wel een beetje op gaan passen nu. Ja. Stel je voor dat er een jungle op de hoek staat. Het lastige nu voor Jamie is dat hij gewoon gezoond gaat worden van zijn minion wave. Het wordt heel moeilijk voor hem om te CS'en totdat de minions in zijn turret komen. Dus deze eerste paar levels gaat dit zeker wel zwaar hebben. Ja, vooral met een Elise om de hoek die elk moment eigenlijk die cocoon kan gooien. Ze hebben natuurlijk geen idee van waar die is. Jank aan de andere kant is Kindred. Kun je eens vertellen over het gankpatroon van Kindred? Kindred. Ze wil natuurlijk haar power-ups krijgen. De eerste die zit helaas in de enemy jungles, wordt wel lastig om die te krijgen. Maar ze heeft zelf niet zoveel de beschikking over CC, dus ze moet vooral gebruik maken van wat er in de lane beschikbaar is. Gelukkig is dat er genoeg. Blue. Pinda wordt hier gekanjerd door Jank. En moet flashen over de muur, maar lijkt op een first blood. Pinda, je loopt terug. En dat is een first blood voor Jank. Ja, Pinda wist dat hij nergens mee heen kon. Let nu het erover hebben. Ja, Kindred en Veid. Kan natuurlijk wel heel goed traden daar. En ja, Pinda was gewoon heel erg low na die blue buff. Ouch, dat is pijnlijk. Dat is heel pijnlijk. Vooral omdat je het over had. Ja, Jank heeft toch niet echt die CC. Dus voor ganks misschien wat lastiger. Maar als jij inderdaad Pinda of Elise met je tegen kan houden. Dat heeft toch denk ik wel een aardige invloed op de game. Jamie lijkt erop wat zelfzekerder te worden nu. Hij begint Jepsen terug te slaan. Ja, het is natuurlijk. Hij heeft zijn 3 abilities. Dus daardoor heeft hij wat betere kans om te traden. Maar ja, oh man, Pinda. Wist je, unlucky. Ik denk dat Jank een beetje wist wat zijn farming patroon was. En we zien hier in de top lane. Ze gaat toch weer voor. Sinnery's damage op Jamie. Jamie, spring maar terugspringen! De minions? De minions! Nee. Is het genoeg? Nee, de passive. Oh, zo sterk. Oh man, de minion eigenlijk ook killde bijna. Dat was bijna een 1-op-1. En hier weer Jink, weer op Pinda. Pinda weer slachtoffer. Wordt geraakt door de binding van Subdun. Lijkt op dat Pinda weer een hele slechte plek is. Probeert de andere kant te springen, maar zal toch neergaan. En dat is dan de tweede kill op haar. Dat is geen blije spin. Nee, en dit is zeker het probleem met die midlane Wukong. Hij heeft geen pressure early game. Kan daar helemaal niks doen, want dat was al half HP. En Lux komt er gewoon in en helpt dan met die kill oppakken. Maar eigenlijk, Jink, leek mij redelijk confident al dat hij daar de kill zou pakken. Ja. Laat echt Kindred van het goede licht zien gelijk al. Want we hebben Pinda toch wel heel agressief gezien in de vorige games, vooral op zijn Nidalee. Ja. Ja, een van de redenen dat Nidalee ook zo populair is, omdat hij zo goed kan counter-junglen en kan traden. Er wordt een death sentence hier, maar niet echt een follow-up van Sponge Forma. Is ook wel aardig lastig op een Brown natuurlijk. Gebruikt gewoon zijn shield, geen probleem.
Maar dus ik denk dat met Kindred is het een beetje vergelijkbaar. Die kan ook heel goed traden, want hij heeft natuurlijk heel veel damage potential. Maar ja, hij heeft gewoon... Dus zijn timing op die blue buff was gewoon perfect. Daardoor heeft hij gemakkelijk die first blood kunnen krijgen. En ik ben bang dat hem een beetje gaat snowballen in deze game. Maar we zullen het zien. Hij heeft in ieder geval die tweede kill weggegeven aan Lux. Ja, hele mooie binding natuurlijk. Spontje voor mij en best Janna. Hier nemen de overhand hier op de botlane. Midlane gaat het op zich aardig gelijk op. Ik bedoel, Durkle op mid op Buko. Een andere naam dan je gewend bent, maar hij is niet Japans geworden. Hij blijft Durkle. Loopt eigenlijk aardig goed met zijn CS. Top proberen ze nu te ganken op Yipster. Ze willen toch eigenlijk hem wel terugpakken op wat hij gedaan heeft bij Jamie. Die toch wel een hoop op level 6 te worden. Ja. Ze hebben natuurlijk allebei een flash gebruikt. Oh, Trundle trouwens heeft hem net nog gebruikt tijdens die top lane game. Ik dacht dat hij hem tijdens die eerste fight al gebruikt had, maar dat lijkt me niet nodig geweest. En daar gaat Durkle toch eigenlijk nog net geen level 6. Nu is hij level 6. Als je even had gewacht, had hij blijkbaar zijn Cyclone eromheen kunnen gooien. Nu zit hij eigenlijk te wachten tot hij weer de volgende sprong kan maken. Chanky op de top lane. Is het kijken of hij toch nog ergens een gank af kan halen. Jipster lijkt er niet echt voor te gaan. Dus dat is eigenlijk waar ze op aan het wachten zijn nu. Pinda aan de andere kant staat ook in de bosjes te wachten. Is nu bij de Crux. Probleem is, Jipster is net... Hij is net level 6 geworden. En hier is hij dan op Jipster. Jipster gaat het dan toch voor. Wordt teruggehoekt. En Pinda is niet dichtbij genoeg. Jipster moet rennen voor zijn leven. Eén nog één hit. En dan is hij dan. Chink extra heel. Maar daar komt de spin om de hoek. En pakt de gang terug. Hele mooie pick-up. Jamie is heel low mana. Moet hij een beetje oppassen. Goede binding net in hook range ook. Of net in turret range daar nog. Dus... Ze konden heel goed die return kill nog oppakken en Durko probeert het, maar nou, het is gebruikt zijn dredge line, komt dan gemakkelijk weg. Banner Janna gaat naar midlane toe, probeert hem even over te pakken voor Durko. Teleport gebruikt door Yipster, zal niet available zijn. Is Demi heeft hem wel, maar zal blijkbaar ook gebruiken om te gaan naar lane. Janna probeert hij op subdun te springen, niet met heel veel succes. Moet ik erbij zeggen? Nee, maar hij probeerde voor de prediction te gaan. We zagen vorige week, geloof ik, speelde hij ook Thresh. En had hij een hele mooie prediction op Ezreal. Klopt. Ze hebben er niks aan gehad toen, maar dat was... Het was echt heel mooi inderdaad. Precies hoek inderdaad waar hij heen gaat zo jumpen. Ja. Mooie binding weer op Durkle daar. Die lag ook. Heel vervelend. Ik zou niet graag Durkle zijn in deze matchup. Moet toch iets als je Lux speelt, waarom niet live spammen? Om de lach spammen. Zo, Miracle, mooie harassie op Spontje Formers. Voor de rest gaat het aardig oké op. Ik bedoel, Fixit heeft de CS voordeel hier. Chank weer de enemy jungle in. Ga toch kijken of hij weer wat moois kan doen. Ja. Dit keer is Spinda niet weer met de blue. Is al naar boven gegaan en dit keer komt Durkle ook helpen. Er staat wel een ward. Dus hij is wel gezien. Ja, ze hebben in ieder geval wat extra vision gekregen. Chink gaat door zijn eigen jungle, heeft het wel gezien. Blue spant net pas, dus de timing was niet helemaal juist. Als hij echt iets later was gekomen, had hij er nu wat kunnen doen. Dan Pinda, zoals je ziet, Pinda is bezig met de blue. Wil hem wel afgeven, maar zal blijkbaar denk ik zelf oppakken. Durkle heeft in principe niet echt nodig. En zoals je zegt, inderdaad, Subdun gaat naar toplane toe. Kijken of hij inderdaad iets kan doen. Heeft de ultimate available. Daar is de hoek dan. Kijken of hij inderdaad gepakt kan worden. Daar is de binding mooi geraakt. Niet eens een laser nodig, maar die ultimate zorgt toch voor dat hij toch nog gebruikt moet worden. Hij werd toch gewoon een klein beetje gevaarlijk. Oh, maar hier komt Durkle. Gaat er voor de return kill op die nou Cyclone. Oh, maar zal de shield genoeg zijn? Goeie vraag. Mooie binding hier. Maar helaas, het mag niet weer. Die ignite neemt dan toch mee. Ja. Subdun niet genoeg mana om verder eigenlijk door te gaan hier achter Durkle aan. Hele mooie ignite. Dat heeft toch een langer leven dan ik verwacht eigenlijk natuurlijk. Ja. Met de personality die shield is toch wel groter dan je denkt. Ja. Ja. Trundle die ultimate toch, hè, die had toch die extra resistance af. Ja. En dat zorgt toch wel voor dat je toch ineens heel gevaarlijk kan worden. Binnen gaat weer lekker terug naar basis, kijken wat ze nu kan kopen. Voorlopig staat het dus 4-3 in het voordeel van DC Red. Ja. En gold lead is maar een paar honderd gold. Dus het is eigenlijk helemaal niks. Het gaat nog redelijk gelijk op. Maar in ieder geval actie op alle lanes wat dat betreft. Dus, nou, daar ben ik op zich wel heel erg tevreden mee. Vorige week hadden we toch wel aardig hele voorzichtige games. Eigenlijk deze twee weken wel. Ja. Alleen de games met Link waren echt heel actief en de laatste game van vorige week. Ja, voor de rest waren het eigenlijk heel erg voorzichtig. Even aftasten van ja, we zijn toch net begonnen met die leak. Van ja, ze zijn toch best of ones. Hoe spelen we nou? Wie zijn die teams? Wat moeten we doen? Maar ja, deze teams kennen elkaar natuurlijk een stuk beter. Ja. Ze zullen natuurlijk elkaar ook een beetje kennen, dus ze zullen echt elkaar laten zien wie nou echt het betere team is van de twee. Daar is hij in best Janna, gooit de Lantern, flasht erin om te flayen. Miracle krijgt een death sentence. Hij lijkt erop dat hij heel snel neergaan. Probeer met een exhaust nog een beetje van Spongebob voor me af te komen. Subdun. Ja, kon naar beneden. Kijk, ze toch nog echt een kill kan pakken. Van achteren, Jamie doet de damage hier. En het lijkt erop dat dit een mooie clean-up gaat worden
voor DSR. Alleen Pinda lijkt weg te kunnen komen met de flash. Oeh, mooie Turkle teleport. Moet toch terug naar zijn midlane. Wat een mooie teleport. Ja, maar Trundle zal nu top 1 gaan pushen. Ze zullen hier waarschijnlijk genoeg damage hebben om bottom lane te pakken. Dus misschien kan Chipster hem daar treden. Het lijkt er. Ja, dat zou hij toch moeten rennen. Hij heeft genoeg minions daar. Ja, de vraag is, wat ga je doen naar die turret? Ga je dan terug naar basis of ga je dan toch de dragon proberen te omhoog? Ja, ik denk, nou, je ziet ze eigenlijk al rotaten, want Lux moet snel terug naar midlane. Want ook Durkle is daar aan het pushen. Ze moeten in ieder geval zorgen dat ze niet te veel objectives gaan verliezen voor die paar kills die ze daar opgepakt hebben. Nou, een hele mooie teleport. En Sudden is weer terug. Midlane is natuurlijk hartstikke goed in clear van minions. Dus er zit niet zoveel problemen zoals je kunt zien. Nee. Loopt wel een klein beetje achter de CS, maar niet zoveel. Ik bedoel, met 3-0-1 is dat niet zo'n probleem, lijkt ik mij. Ik wou zeggen, ja. hij is gewoon actiever geweest op de andere lanes. En heeft daarvoor zijn kills en assists opgepakt. Maar Pinda komt nu hier voor de return kill op Subdun. Ja, hij wordt helemaal gaan. Daar is de Cyclone, hoe flasht weg. Oh. Hele mooie flash, niet te vroeg. En Janna, nu komt van botlane, komt naar midlane toe. Janna doet de death sentence hier op Miracle, maar daar is de ultimate was overheen. En nu is juist Janna die al laag wordt en gaat neer. Ultimate van Braum overheen over Pinda, maar hier is Durkle. Kunnen ze nog wegkomen? Ja. Ik denk het wel, Durkle heel laag op de mana. Ja, Corky is hier, ze kunnen misschien nog wat proberen te traden. Hij heeft de package, dus misschien dat hij toch iets wil proberen. Maar natuurlijk, blijft wel een Kindred. Kindred heeft natuurlijk wel zijn ultimate. Dat zal mij benieuwen. We gaan even kijken hier naar de replay. En je ziet dus, ze proberen hier best Janna als eerste te pakken. Miracle wordt gehoekt, maar Lux in de background gooit de laser waardoor ze hem eindelijk kunnen finishen. Liep daardoor zelf al heel veel risico, want het werd heel erg low. En uiteindelijk Chank en Miracle moeten daar snel weg zien te komen van Durkle. Maar ja, hij had zijn E al gebruikt, dus hij kon niet meer gap closen. Ja. Dat is redelijk safe pick-up. Wat voor close, want ja, Janna, best Janna was toch al in de turret, dus stond er niet heel veel. Ja, Jamie en Jipster vechten nog steeds op de toplane hier. Blijven elkaar een beetje slaan. De damage wordt telkens lager eigenlijk tussen die twee. Het begint een beetje als die wet noodle fight te worden. Dus ik denk dat we daar niet zo heel veel meer acties mee zullen zien. Behalve hier en daar een teleport en een turret. Natuurlijk is de turret van DSB al weg. Midlane lijkt op dat DSB echt de push gestart is. Ja. Maar dat is net ook wel aan het doen. De package hebben we wel gemist. Maar volgens mij heeft hij hem ook niet echt gebruikt. Op een niet nuttige manier. Het punt is natuurlijk ook, Jipster die gaat voor de Blade of the Rune King. Dus die zal wel redelijk goed kunnen traden door de lifesteal en door de percentage damage op het moment dat hij hem gefinished heeft. Maar ja, daar tegenover staat Jamie, die gaat voor zijn... help me here. Oké, ik ben de naam kwijt. Sunfire Cape? For Sunfire Cape, here we thanks. Go. Ik wou dat zeggen. Ik geef je een paar seconden. Oh man. Komt goed, het is het begin van de dag. Komt helemaal goed. Geen probleem. Maar goed, hij gaat dus voor zijn Sunfire Cape. Krijgt daarmee armor, meer health. Dus zal uiteindelijk redelijk goed daar kunnen doen in de toplane. Ja, het is ook bijna 15 minuten in de game. Het lijkt erop dat DSR toch eigenlijk wil kijken naar die dragon. DSB is zoiets van, mooi niet, dat gaan we niet toelaten. Ondernemen ook actie. Pinda neemt daarvoor wel een klap. Maar zocht hij wel voor dat de draak niet geworden. Het pinkpoint is gevonden hier in de kleine bush. Dus is het kijk van, en uit de tek op de draak om toch te starten. Ze hebben zelf nog niet zoveel vision controls. Ze kunnen ze natuurlijk wel zien, maar ze hebben geen manier om de pit te clearen. Ze hebben één pinkwoord op best Janna staan. Dus dat op helemaal niet gebruikt. Maar het lijkt me niet de juiste keuze om hier voor de dragon te gaan. Want ze liggen al achter. En het gaat waarschijnlijk een 5-5 fight worden. En als het fout gaat, ook heb je de dragon. Die eerste dragon op early game is toch niet zo heel belangrijk natuurlijk. Nee. Ik heb nog steeds het idee dat mensen die langer spelen. Oh, wacht. Oh, hier komt Durkle van achteren met de Cyclone. Subdun wordt omhoog gegooid met de rest van het team. Maar lijkt erop dat hij daarna gewoon opzij gegooid wordt hier door Jamie. Een hele mooie ultimate hier van Kindred. Dus dat eigenlijk het hele team eigenlijk al blijft leven. En dat zorgt eigenlijk voor dat daar eigenlijk alleen Durkle neervalt. Oeh, ja. Ultimate doet toch niet genoeg. Niet genoeg follow-up hier van het team van DSB. Oh. Oké, dat was best close die hoek op Subdun. Ja, cool. Maar ja, Durkle, heel lage mana. Durkle probeerde daar voor de game te gaan. Oh, Jamie, dat is niet de plek waar je wil zijn. Je bent wel tanky, maar niet zo tanky. Komt toch wel weg. En de dragon in de handen van Chank. Oeh, verrassend. Ja, Chank gaat hier over de muur heen jumpen. Kijk, geen helemaal probleem. Alleen gedaan. Even sneaky sneaky. Ja, ze hadden toch natuurlijk de eerste dragon in de handen van DSB. Ik denk dat ze het wel wisten, want ze hebben wat vision. Maar ja, goed, zonder Durkle daar... Niet heel veel wat ze kunnen doen, wat ze kunnen testen. Ik denk dat we die fout wel vaker gaan maken. Een blauw DSB noemen en red DSR. Het is jammer dat ze eigenlijk niet andersom spelen. Best wel verwarrend. Het zal nog een paar keer gebeuren. Het zal nog een paar keer gebeuren, inderdaad. Komt wel goed.
zijn de enige matches die ze volgens mij met elkaar hoeven te spelen als het goed is. Ja. Dus, Fix it, heel goed. In ieder geval de eerste Dragon pick-up voor DSR hier. Mooi opgepikt. Toch weer 6 damage in de pocket voor later. Ja. Toch een mooie investering. Maar ja, wat ik zou zeggen. Mensen, ik heb het idee dat mensen die langer spelen, dat die nog steeds spelen alsof Dragon gold oplevert. Ja. En het gevoel hebben dat ze die moeten contesten. En dat zie je ook. Dat zie je heel veel in solo queue, maar dat zie je nog steeds. Ja, niet per se in LCS. Want daar zie je echt dat ze hem gewoon laten gaan. Dan zeggen, nou oké, we geven deze op. Maar vooral in dit soort toernooien willen ze er vaker voor vechten, omdat ze hem toch niet af willen geven. Ja, klopt. Ik kwam zelf ook een beetje uit die oude tijd. Ik heb zelf de focus van, ja, weet je jongens, we hebben een mooie winst gehad als we Dragon pakken. Maar eigenlijk, na de eerste Dragon is het eigenlijk ook niet zo heel boeiend meer. Behalve als je echt voor alle 5 gaat, uiteraard. Dan is het wel heel belangrijk. Ja. Als je de enemy toch niks anders kunt doen op de map, why not? Ja. Maar dat is meestal ding inderdaad met die draken inderdaad. Want vaak is het meer een excuus om wat te gaan doen. Ja, je kan dat gebruiken als een soort van lokaas. Ik bedoel... Je kan andere mensen beten om ervoor te gaan of te laten denken dat je ervoor gaat en daardoor een fight zien te forceren. Maar ja. Het is toch meestal rond die 15 minuten mark mensen die zeggen van ja, we moeten toch nog een draak pakken. Top lane hier, Fixit wordt gepakt hier door Pinda. Springt erachter, gebruikt de cooling. Jipsta wordt hier door het slachtoffer. Death Sentence op Miracle, wordt naar binnen gehoekt. Wordt bijna gepakt, Kinder probeert nog de ult om te redden. Maar Miracle springt er al uit. En daar heb je een Rocket van Spontje Former die dan toch nog de pick pakt. Had hij maar niet geflasht, maar ja, dan was het uiteindelijk blijkbaar toch wel neergegaan. Kinder het ulti of niet. En dat is toch een hele mooie, ja, 1v1 zou ik het zo willen noemen. Maar toch support voor top lane. Toch wel worth it voor DSR, denk ik. Ja, plus dat Lux die is nog steeds hier in de middle lane. Heeft daar niet eens iets gedaan. Ja, Durkle in feite ook heel weinig. En dat is Jamie op bot lane. Ze zijn gewoon voor de 3-in-1 split push nu bezig. Ze winnen gewoon de fight. Durkle 1-op-1 Cyclone wordt gebruikt. Er is dus geen ultimate available voor Chink. Chink moet toch wel flashen. Gebruikt zijn range is een voordeel. En neemt dan toch Durkle mee het graf in. Ja, wauw. Mooie flash uit de auto-attack range daar. Ignite was ook gebruikt in dat gevecht voor Durkle. Ja, dus absoluut. Dat zegt toch eigenlijk wel heel veel over de power difference eigenlijk tussen Chink en Durkle. Ja, ik bedoel als de enemy jungler je midlaner gaat 1v1 en terwijl die eigenlijk redelijk damage gefocust is, dan weet je wel dat je een beetje een probleem gaat krijgen. En klopt. DSR gaat hier voor flash de... Flash was wel nodig natuurlijk, maar... Ja. Ze gaan nu voor de Rift Herald. Is de laatste tijd veel discussie over de Rift Herald? Wat nou precies het praktische nut ervan is? Ja, het is een beetje west tegen oost. Heb je ons denken. Rond de Crystal bijvoorbeeld vindt Rift Herald echt gewoon een waardeloos ding bijvoorbeeld. Ja, ja. Terwijl andere mensen zoiets hebben van ja, het is toch wel heel cool. Ik denk dat het heel veel potentie heeft. Maar door hetgene wat het oplevert, het geeft je, ik geloof, 60 movement speed, 10 damage. En 40% attack speed op je minions en 100 range of zo op je Kennemingen. Dus het zijn van die inimini buffs. En uiteindelijk geeft het ze gewoon niet heel veel extra voor de moeite die je er toch wel moet investeren. Ja, minion wave is zeg maar meer waard. Ja. Dus de discussie is vaak van, oké, misschien moet er een gold reward aangekoppeld worden die zorgt dat het waard maakt om ervoor te vechten. En op dit moment is dat gewoon nog niet echt het geval. Chink gaat er weer voor. Zorgt voor de Durkle eigenlijk al wegspringt in dit geval. Hij heeft zijn ultimate bijna weer terug. Moet dus nog even wachten. Daar is de Death Sentence. Hij heeft geen ultimate. Maar daar komt hij. Nee, nu komt hij pas. Maar dat is toch te laat. Hij gaat aardig snel neer. Echt, die paar seconden maakten echt uit daar voor hem. Helaas, helaas. Maar hij heeft Chink ook meegenomen ditmaal. Maar alsnog, het midturret in de handen van DCR. Ja, hele goede burst daar op Chink. Maar ja... Durkle werd ge-CC'd, kon daar niks doen en nou gaan ze voor de dive zelfs op Death Janna. En die Fixit onder de turret moet wegflashen, dus moet je voor van de zijkant aan. Probeert door die wall heen te komen van TP. Miracle. Pulling van de achterlijn en is een TP in het midden. Dat is natuurlijk Jamie. Probeert hier ergens een play te maken, krijgt het helaas niet voor elkaar. De follow-up is toch niet genoeg. Ja, alleen Jipster was out of position nog daar en die is toch te tanken om snel neer te kunnen bursten. Maar weer een paar kills die hier naar DSR gaan. En ze staan nu 12-6 voor met 4000 gold. Ja, en dan denk ik dat Chink het eigenlijk altijd wel te kunnen overleven. Ook nog als hij de ult had kunnen poppen. Ja. Had gewoon geen tijd volgens mij om die ult op tijd neer te zetten. Absoluut niet. Stel je voor als het wel was gebeurd. Ja, dan had het waarschijnlijk wel een groot probleem geweest. Want Chink heeft al aardig wat damage inmiddels in de pocket. En
Ik zou toch niet blij van worden als hij super low HP is en ondertussen jouw neer en chunk is. En jij maar niet dood krijgt totdat zijn ultimate voorbij is. Ja, klopt. En ze hebben natuurlijk ook geen cyclone van Chipster. Die ging echt net af op het moment dat hij dood ging eigenlijk. Yeah. Beetje jammer voor hem. Nu moet hij eigenlijk weer wachten tot hij af en goed af is. Is natuurlijk al bijna het geval. Ja, hij moest ook zijn Ghostblade heel early gebruiken om weg te komen van de gank in eerste instantie. En volgens ze worden re-engaged. Dus dat was een beetje... Nou, niet per se awkward, maar een beetje ja, onhandig voor hun tijdens die fight daar. Ja, of je inderdaad eigenlijk als resources gebruikt om weg te komen, ja. En dan toch werd hij erin gegooid. Dat is eigenlijk niet wat je wil als een Wukong. En Subdun, 4-0-4 inmiddels. En ze pakken daar de tweede dragon op. Geen manier om te contesten, eerlijk gezegd. Double AD carry, dus die hebben ze best snel neer. Nee, die geven ze gewoon weg inderdaad. Het lijkt erop dat Jipster weer toch naar die toplane gaat. Die toch niet bereid om die turret op te geven. Nee. Nog niet. Als je lang genoeg uit kunt stellen, is het ook als je gewoon meegenomen. Ja, je ziet gewoon aan de vision control hoeveel controle DSR over deze game eigenlijk heeft. Heel die bottom side jungle van DSB hier is gewoon geworden. Dus ze hebben volledige vision en kunnen daardoor heel gemakkelijk midlane uitpushen en rotaten naar bottom lane om daar de tweede turret weg te halen. Ja, het beste, en dan proberen daar toch weer ook weer te kijken van kijken of je iemand in die sprong kan halen. Net een mooie sidestep van Chain. Gewoon het mooi agressief erop. Het lijkt ook dat ze die turret op aardig staat weer gaan halen. En nu komt van de zijkant weer een hoek. Dit keer weer een miss. Best Janna overal. Hij is toch best on point met zijn hoeks tot nu toe. Ja. Ik denk dat het wel een van de redenen is geweest waarom ze nog enigszins in deze game zitten. Want daardoor hebben ze een aantal picks kunnen krijgen op onder andere Chink. Subdun wordt hier toch achtervolgd door een gigantische troll die toch al heel hard slaat. En er is niet zo heel veel aan te doen. En toch nog heel erg close. Jipster neemt het voordeel van de minions om zich heen. Hield natuurlijk van elke minion die doodgaat. Maar dat was echt heel close. 20 HP of zo? Na de heal? Of een stuk dichterbij dan ik had verwacht. Jipster hartstikke blij met deze overwinning. Poest hem mooi de lane mooi uit. Zodat ervoor dat toch de top op de pressure blijft. Absoluut. En toch aan het zoeken voor die hoek. Ze blijven hier op midden en pushen. Ze weten natuurlijk dat ze een man voordeel hebben. Hoewel Jipster op dit moment nog een beest is. En onderweg is terug naar de midlane gemaakt. Dus Subdun heeft wel even pushen. We kijken naar de replay. Je ziet gewoon Subdun zwaar of position. Heeft geen turret. Moet daar Uriel de laser gebruiken. Maar het doet vrij weinig damage door de regen van Jipster. En we zullen zo meteen gezien hoe close hij dan komt. Hier landt hij nog zijn Barney in de auto-attack. En 50 HP misschien? Dat is heel erg close. Maar die heal, die heal. Genoeg regen daar van Jipster met zijn Blade of the Rune King natuurlijk. Helemaal completed inmiddels. Ouch. Ja, dat was wel heel erg close toch? En dat is toch al de eerste death hier voor Subdun. Maar zo zie je wel wat voor probleem Trundle kan worden. Ik bedoel, hij staat nu 2-3-3. Dus het, zijn iets, ja, het is wel redelijk, maar het is niet eens heel erg geweldig. Maar ja, hij rent gewoon op je af, sloot je en langzaam slaat hij gewoon dood eigenlijk. Hij knuppelt je neer. Hij knuppelt je gewoon neer. Hij gooit zijn ultimate op Nautilus. Wordt super tanky. En het is dan voorbij. Nou, je ziet die DSB. Maar probeert echt mooi te flanken. Ze zijn wel gezien in die pinkboard natuurlijk. Ja. Het begint een beetje een ophoping te worden van een speler. Eigenlijk de enige die er niet bij is Jamie. Maar hij heeft natuurlijk wel zijn teleport available. Dus hij zag er bijvoorbeeld een van de top komen als de tijd klaar is. En daar is een sprong dan ook. Als de kamer erheen gaat, gaan we. Gewoon geen cyclone gebruikt. Oh, ja, maar Shank is nou wel heel erg low. Dus ze moeten hier weggaan, want het is 3-5. Pinda aan de andere kant is ook heel erg low. Shank heeft zijn ultimate nog wel. Dus hij kan nog even lang overleven als hij een beter voorkeur kan krijgen. Maar dat is toch iets wat je liever niet wil riskeren. Want kijk naar de botlane. Het is toch Jamie die toch verzorgt door die split push dat er toch wel wat druk op komt te staan. Ja. Ze moeten toch op een gegeven moment terug kunnen, niet voor altijd blijven dansen op de toplane. Die turret is het niet waard. Nee, maar Jipster zal weinig problemen hebben hier om die toplane te clearen. Of de bottomlane. Hij zou ook een teleport. Goed om in de achterhoofd te houden, dus die kunnen mooi uitvechten terwijl de rest gewoon lekker op top blijft. Absoluut. Maar toch echt een battle om de tower hier. Ja, want zowel Chink als Pinda zijn nu weer terug hier op die toplane. Dan zullen we kijken of ze genoeg damage kunnen doen op die turret om neer te krijgen. Of ze hem überhaupt willen contesten, maar het lijkt er niet op. Was nog 200 HP, denk ik. Wat wel leuk is dat Jipster eigenlijk probeerde tegenover zichzelf te doen. Probeerde eigenlijk mid uit te pushen, terwijl Jamie op de botlane was. Ja. Maar ja, de turret viel dan toch neer en dacht van, weet je, laat maar zitten. Ik ga toch maar weer naar bot toe. Maar ja, nu is het eigenlijk te laat. Want nu heeft Jamie al die turret gepakt. Dus dan kijk ik of hij naar die duel kan winnen van hem. Maar het lijkt me heel erg lastig. Hij heeft zijn ultimate nog wel, dus hij kan misschien wat squishy maken dan verwacht. Maar hij deed toch even meer wacht voordat hij echt al ingaat. Jamie probeert hem hard mogelijk weg te doen. Daar heb je dan die ultimate. Bereikt eigenlijk niet heel veel mee. Nee. Nee, het was natuurlijk even wachten tot hij zijn dressline had om daar weg te kunnen komen.
heeft eigenlijk vrij weinig problemen mee gehad. Maar hij is ook gewoon zo tanky. Dat zit niet heel veel wat Jepster op dit moment tegen hem kan doen. Okay. Mooie steal hier. Blue buff ontnomen van DSB. Dus die gaan er nu heen, maar die zullen we natuurlijk niet kunnen krijgen. De Dragon komt ook terug in 1,5 minuut. Dus dat zou misschien nog een contention point kunnen zijn. Maar ik denk dat DSB het wel aardig snel opgeeft. De derde Dragon is niet zo boeiend. Nee. Ja, het voordeel is natuurlijk, ze hebben natuurlijk de turret burn. Dus ze kunnen misschien eerder voor die 3-1-1 of 4-1 split push gaan. Omdat ze gemakkelijker de turrets neer kunnen krijgen. Dat is gewoon waar die tweede Dragon Buff op dit moment voor helpt. Oh, DSB kan een probleem raken hier. Want ze worden gezien met recallen. Ze laten één iemand recallen, proberen een play te maken. Lijkt niet te werken. Ja, ze worden gewoon van alle kanten worden ze gepressured. En ze hebben eigenlijk gewoon heel weinig controle over hun eigen jungle. Dat is gewoon het meest frustrerende waarschijnlijk voor hun op dit moment. Ze kunnen niet de vision control krijgen. Wel op de topside trouwens. Ze hebben daar een paar pink wards staan. Dus ze voelen zich daar waarschijnlijk iets wat veiliger dan bottomside. Maar... ja. En die zijn natuurlijk nog van het gevecht van net. Ja. Ja. We zullen zien. Teleport is nog steeds available, dus plays zijn nog steeds mogelijk. 34 seconden, dan komt onze draak weer terug op het veld. En het staat 12-7 naar al 26 minuten in de game. Het verschil is 6k, 6000 gold. Niet, op zich zou je zeggen niet zoveel, maar het voelt als veel meer. Ja, het voelt absoluut als veel meer. Maar ja, het is natuurlijk nog early in the game, 26 minuten. Dan is het toch wel een aardig verschil. En ik denk dat zometeen DSR heel gemakkelijk die derde dragon gaat wegnemen. Ja. Lucian heeft net ook de red buff gepakt. Dus maakt het wat makkelijker voor hem om weg te komen van Jipster. Mocht hij achter hem aankomen. Een dubbel blue buff in de handen van DSR. Ja. Dus dat is toch wel weer heel nice. Want ja, eigenlijk wil Chink hem ook wel hebben, maar Sub dan ook. Dus dat is echt de mooiste twee werelden. Toplay weer, toch die twee die toch met elkaar gaan bevechten. Chipster, kijk eens naar die heal, kijk eens naar die damage. Dat is toch de ultimate in een nutshell. Gaat achter Jamie aan, probeert toch die hoek op die muur te vinden. Heeft wel een shield, maar hoe lang kan die het overleven? Maar in ieder geval lang genoeg om weg te komen. En ondertussen wordt het draaien natuurlijk weer gedaan. Maar dit keer door DSB. Ja, het lijkt erop als dat DSR, ze gaan weer een beetje de controle over Dragon weg en ruil voor de push op de midlane. Dus ze gaan nu voor die tweede turret. Package ook nog steeds in de handen van Spongiforma. We willen misschien gebruiken deze battle. Durkle is alleen. Durkle is alleen. Gaat hij in op Fixit. Fixit springt dan toch weg. Kijk of hij toch neergaat. Kunnen we niet zien. Mooie ultimate die van Kindred. Laser wordt gebruikt om Pinda op afstand toch neer te halen. Durkle weer alleen. Probeert weg te stelven. Wordt uiteindelijk dan toch neergehaald. Nee, niet neergehaald. Nee, loopt nog weg, maar wordt nu al gestunt. Durkle wist daar door zijn stealth nog Lucian te pakken. Stond daar een pinwoord ook. Dus ze konden hem wel zien op mensen in race was met Chipster. Kijk, hij heeft echt wel schade kunnen doen op Chink. Chink heeft geen ultimate meer. Ik denk dat je hem toch wil hebben. Nee. Hier is de hoek dan op hem. Hij wordt toch weer teruggetrokken. Maar kan toch net nog uitgrijpen naar die lantern van Thresh. En vliegt ermee naar veiligheid en vrijheid. Ja, hij wordt gaan flanken in een 3-4. Oh, Spongy. Maar daar is de flash van Sub. De ene auto-attack is genoeg. Haalt hem dan ook neer. Oh wat een... en dan ga je nog auto-attacken, ja of nee? Wat jammer, ik wou het drama-effect zien van de ult van Nautilus. Dus die zo langzaam achter hem aankomt en dan net hem zo killen. Maar... en dan toch nog Subdun, die hem pakt. Subdun. Wat een troll. Met de flash natuurlijk. Pakt toch de zesde kill van de game voor hemzelf. Het is echt een hele goede Lux game eigenlijk. Ja, absoluut. En zoals ik al zei, dit is de derde game achter elkaar dat hij Lux speelt. Dus ik vraag me af waarom teams er niet voor kiezen om hem te bannen. Het is ook zijn meest gespeelde champion. Dus om een of andere reden vindt het toch niet waard genoeg om die weg te halen. Gewoon. Maar ja, goed, ze hadden toch liever de Kalista weg en de Fiora en de Kog'Maw. Ja. Terwijl ik niet denk dat Kog'Maw opgepakt had zou zijn. Maar we hebben ook nog geen Sivir gezien trouwens, deze pick-up matchup. Ik weet niet of ze zich daarop voorbereid hebben, op de Sivir ja of nee. Ja, de patch is natuurlijk al 2-3 weken inmiddels uit. Volgens mij 2,5 weken. Het is voor hun voor live sowieso. De vorige week hadden we geloof ik geen Sivir. Nee. Die buff niet, maar op live was het natuurlijk wel. Chips en Miracle gaan het hier uitvechten. Miracle misschien de juiste plekje. Is wel aardig tanky. Gebruikt Jamie. Mooi als een opstapje om weg te komen. En lijkt dat de rest van het gevecht nu daar verder doorgaat. Daar is dan toch die Cyclone. Daar zijn drie mensen. Daar wordt een tol weg. Kinderen beschermt mooiste teammates hier met die ultimate ze niet dood kunnen gaan. Jipster is nu in de middel. En dat is dan een double kill voor Fixit. Die daarmee op 6-1-3 staat.
Hele mooie dressline van Jamie. Hij hoekte de wall van de ravecamp om zo dichterbij te komen van Jepsen. Om hem één keer te slaan voor de snare. En pakken dat de clean-up. En Pinda is misschien nog een probleem, maar... DSR zo dominant hier. Chink totaal niet bang. Zorgt voor de Pinda omhoog spiek, maar kan eigenlijk niet echt ergens heen. Ja, jumpte daar weg naar de red buff camp. Ja. En flashte volgens mij vervolgens over de wall heen. Dus ze wist toch nog weg te komen. Maar was een beetje een risico. Probeerde heel erg veel. Ondertussen Baron wordt gedaan. Ja. Wel heel erg risky natuurlijk, want Chink en Miracle zijn heel low. Geen ultimate zijn available. Ja, Pinda is wel up, maar is niet in de buurt. Ze gaan inderdaad ook weg. Want we hebben het eigenlijk al twee weken geleden of daar voor de vakantie gezien. Baron kan in voordeel werken. Ja. Maar als het fout gaat, gaat het ook goed fout. Het was... Op zich was het een goede call, want op het moment dat ze hem eigenlijk wilden gaan starten, hadden ze een hele goede positie ervoor. Maar daarna kregen ze die pick op Pinda weer. Of ja, uiteindelijk geen kill eruit gekregen, maar ja, er was daar even een moment. En dat heeft ze te lang vertraagd en heeft ze te veel, ja, ze hebben te veel damage gekregen. Nou, dus... Als ze Pinda niet hadden kunnen krijgen, was dan de vrouw geweest. Ja, denk ik ook. Maar dan nog, ik bedoel, Durkel was daar bij die wall, dus misschien dat hij dan... Hier heb je de replay. Ja, dit zie je hier. Ja. En die hoekje ook kunnen vinden. Durkel die gaat door het midden van het hele team. Maar de ultimate daar van Chink is gewoon zo massive. Chink die blokkeert er zoveel damage op hem en Miracle. Waardoor ze eigenlijk heel gemakkelijk daarna de fight kunnen cleanen. En Durkel probeerde het wel. Hele goede ultimate van hem in de backline. Maar ze konden gewoon niks doen op het moment dat de ultimate van Chink daar was. Maar ja, je zag hem wel, hè? De mooie dressline. Ik zag hem wel. En dat is een mooie sprong. Echt precies mooi bij die... bij de Raptors heet ze geloof ik tegenwoordig. Ja, het blijft toch Raves in mijn hoofd, op een of andere manier. Het blijft zoals van vroeger. Raves, double golems. Double golems. Ja, de Crux gaan er wel aardig in. De Grom gaat er ook in, want natuurlijk dat die is er later bijgekomen. Ja. Maar ja, die Raves zijn wel heel iconisch natuurlijk. Ja. Het zal nog wel een tijdje duren, denk ik. Ik ben er maar wel. Maar ze staan nu wel 9000 gold voor. En... alleen de top auditeur staat nog. Dus ze zitten nu te kijken naar de rotate. We hebben genoeg vision control daar Pinda in de jungle. Versus Pinda versus jungler tegen jungler. Toch een hele grote agressieve play van Chink. Hij had het echt dominant. Laten zien hoe dominant hij wel niet is over Pinda. Pinda heeft niet veel keuze. Moet toch naar de turret. En de rest van het team van DSR lijkt ook gewoon zich naar de top te verplaatsen. Natuurlijk behalve de toplaners die hun teleport available hebben. Oh, Chink wordt hier wel gepakt door een death sentence. Maar is het genoeg? Dat is de vraag. Nu doet de battle dat er toch aan. Maar het lijkt erop dat DSR toch hier weer laat zien dat zij de meest dominante zijn van de twee. Pinda gaat neer. Oh. Het lijkt erop dat Jamie ook Jipster in zijn broekzak heeft. Ja, hij heeft hem onder controle. Hij heeft nu zijn Thornmail completed. Dus elke slag die Jipster daar doet op hem, krijgt hij damage terug. En hoewel zijn lifesteal het waarschijnlijk wel zal kunnen sustainen, dus hij kan zichzelf wel in leven houden. Ja, Jamie doet zelf natuurlijk ook nog heel veel damage. Ja, die heel aan de andere kant is wel gigantisch. Ja, en nou zien we, hij is bezig voor de ZZ Rod. Verwacht ik in ieder geval. Dus hij zal in ieder geval de push wat tegen kunnen houden. Maar ja, ondertussen DSR is hij begonnen met de Baron. Maar ze worden misschien geflankt. Durkel was even aan het kijken. Heeft ze even zelf gebruikt? Hoe het teleport wordt hij gebruikt? Kijk of hij toch doorgaat. Daar is Jamie. Gaat hij achter Durkel aan? Kijk of hij dat toch kan pakken. Daar is een groot stuk vuilnis om te stoppen. Hij gebruikt mooiste stealth. Een flash boven de muur. Ik weet niet of dat gaat helpen. En inderdaad, hij gaat neer. En dan hebben ze dan toch eindelijk Durkel te pakken. Ja, en dan komt, kijk, dat kunnen we in Nederland wel weer doen, hè? Dan komt de aap toch uit de mouw, zeg maar. Dan kunnen we er toch nog iets mee doen. Ja, maar helaas. Ja. Deze aap is nu helaas de komende 30 seconden nog dood. Dus ze kunnen hier heel gemakkelijk pushen. Laser mix. Yes. Daar staat Spongy voor. Ja, DSR is toch wel een beetje low. Weinig mana ook, dus we moeten denk ik toch ook oppassen met deze siege. Ook al is de commit up. Ja, wat ze een beetje missen is echt de long range auto attacks. Want ze hebben Kindred en Lucian, maar die moeten allebei redelijk dicht bij de turret komen om te kunnen slopen daar. Dus kiezen voor de veilige route, gaan hier voor hun derde dragon nu toch. Waarom ook niet, hè? Als je niks beter te doen hebt, is het toch wat low bent en meteen kan toch niks doen? Nee. Ja, dit is meestal het punt waarop teams niet goed weten wat ze moeten gaan doen. Want alle oude turrets zijn weg. En om er nou te riskeren om echt te diven op de inhibitor turret, ja, dat doen de meesten toch niet. Dus ik verwacht dat ze gaan voor die Baron control. Ja. Gebruik pink wards. Probeer daar ook genoeg vision te houden rondom de pit. En kijk of je ze kunt lokken in een teamfight. Oh, Miracle is gezien. Ze proberen toch Miracle te flanken. Misschien niet de juiste target. Maar als ze hem neer kunnen krijgen voordat de rest van het team er is, dan heb je toch een play. Ja, het lastige nu, ze missen heel veel pink wards. Want Miracle heeft alle slots vol zitten omdat hij bezig is met een
Frozen Heart te bouwen. Dus hij heeft te veel items en kan daardoor geen pinkwords kopen. Dus eigenlijk de enige die pinkwords kunnen halen zijn Subdun en Fixit. Maar ja, vaak willen die daar niet in investeren. Nee. Dat klinkt heel bekend van Solo Cube. Ja. Spongiforma heeft ook zijn package. Ze zijn ook wel aardig agressief, zoals je ook gemerkt hebt. Toplane wordt Gips er aardig neergehaald. Hebben ze ultimate moeten gebruiken om weg te komen. Ze zouden dus niet available hebben in het volgende gevecht. Denkt hij zelfs aan om terug te gaan. Wat toch wel eigenlijk ergens wel heel tricky is als hij dat zou doen. Hij heeft zijn teleport wel natuurlijk. Ja, ze proberen hem nu te spotten om te kijken of hij base gaat. Zodat ze misschien die Baron kunnen forceren. Dat is toch die ene kill maakt toch het gigantische verschil. Als je één iemand nu out of position kunt pakken, dan is het toch eigenlijk wel, ja, een game. Lijkt erop dat Janna, of dat best Janna, degene is die out of position is. Wat betekent dat DSR een gigantisch voordeel heeft nu. Er zijn geen hooks aan de kant van DSB nu. Ja, maar... En dat betekent dat DSR toch eigenlijk wel iets moet doen met deze voorsprong. Het probleem is, het is maar de support. Het klinkt misschien neerbuigend, maar ik ben zelf ook een support mee, dus ik, ik weet het heel goed, maar ja... Het is niet heel veel damage wat hij zal gaan doen. En hoewel de hooks wel belangrijk zijn, ze kunnen dit nog steeds fighten als ze het juiste moment erin gaan. Pinda probeert zich te positioneren en ze zijn zich ervan bewust. Het lijkt inderdaad op dat DSR toch zoiets heeft van we gaan niet vechten in die Baron Pit. Dit is toch een aap met een gigantische staf die ons toch met alle kan AOW'en. Het lijkt erop dat ze toch gaan engagen in die 5 tegen 4. De aap springt dan toch wel weg. De gevecht gaat verder aan de topkant. Maar toch Pinda, degene die zich gepakt wordt, probeert omhoog te springen en weg te komen. Met een klein beetje health gaat toch neer. Jamie gaat erachter de rest aan in vervolg. En het lijkt erop dat, ja... Wat moet ik zeggen? Ervoor? Gaat hij ervoor, ja of nee? Ik denk dat ze wel moeten. Ik denk dat als ze hier nu niet fighten, gaan ze hebben hem wel gezien. Ze weten dat hij daar zit. Nu 2 keer. Als Durkel daar blijft, dan gaan ze deze enemy verliezen. Want ze kunnen niet goed contesten. Ik ben er bang voor. Nee, ze kiezen ervoor om het te laten gaan. Ze gaan deze... fight niet aan, want ook Spongiforma is low. Ja, en Durkle is ook niet heel erg tanky natuurlijk. Dan wordt hij gepakt. Misschien moet je hem echt zo geforceerd om te ulten. Dat is toch iets wat je niet wil. Daar gaat dan de tweede inhibitor turret toch wel heel snel. En vanaf daar de tweede inhibitor wordt het toch heel lastig om terug te komen. Ja, nog 20 seconden op Pinda. Dus ze denken van oké, jongens, we moeten dit laten gaan. Want als we nu fighten, gaan we zeker verliezen in deze 4 tegen 5. Dus laat die twee inhibitors vallen. En we proberen hierna voor de ene fight te gaan. Dat zal hetgene zijn wat ze gaan proberen. Maar het zal waarschijnlijk bij Baron worden. Maar het enige wat eigenlijk DSR hoeft te doen is wachten. Hele mooie actie van DSB zorgt voordat DSR gedelayed wordt. Zodat ze niet die Baron kunnen pakken of iets anders kunnen doen. Ze willen graag terug. DSB moet zich toch gaan verdedigen. Dus we lijken nu met zoveel mogelijk die advantage pakken voordat ze in die defensive mode gezet worden eigenlijk. Ja. Dus kijk, de botlane, DSR moet hier wel op reageren. Kijk. En ze weten ook dat Fixit botlane is. Wat betekent dat Baron een vrij spel is. Maar hij komt er al aangerend. Dus de vraag is van hoe vrij spel is dat nou eigenlijk? En Jimmy staat in het midden van de aandacht. Zodat voordat niemand eigenlijk meer kant op kan. En Pinda is gelijk en gelijk hartstikke dood. Spongiforma zit ook vast in de Baron Cave. Kan niet wegkomen. En lijkt erop dat DSB gewoon keihard afgeslacht wordt. En alleen Janna is nog over met een klein beetje health. Jamie denkt van, kom op jongens, ze kunnen Baron pakken, hij is low. Maar de rest is van, ja, we kunnen de game finishen, wat doe je? Ja, precies. Het was heel erg risky voor hem te doen. Als dat gelukt, was het heel mooi voor hem geweest. Maar ze hadden niet genoeg schade. Het was... Hier was hij dan. Dus... Sorry jongens, op de Twitch, ik doe mijn best hier. De turrets van de Nexus gaan er aardig snel neer. Het lijkt erop dat dan toch DSR op het moment het betere team is hier in Delft. Ja, ik ga nog even flashy andere abilities gebruiken, maar daar komt dan toch uiteindelijk de finish. En DSR pakt hier de winst en heeft een beetje de bragging rights nu in heeft Dallas. Heeft de bragging rights in Delft. Wij zijn het beste league team. Precies. Op onze opleiding. Pak daar maar eens van ons af.